In Zuidoost-Drenthe ligt de oude vestingstad Coevorde. De grote hoeveelheid gevestigde bedrijven heeft vanuit het verleden veel welvaart gebracht. Dit kent ook een keerzijde, omdat allerlei gevaarlijke stoffen in de bodem terecht zijn gekomen. Dat is ook het geval op het industrieterrein Holwerd Zuid. Met name de oplosmiddelen van een groot metaalbewerkingsbedrijf hebben geleid tot een enorm bodemprobleem. Zowel grond als grondwater zijn zeer sterk verontreinigd met allerlei chemische stoffen. In 2013 is gestart met het bouwrijp maken. Na de initiële sloop is een grondsanering uitgevoerd. De grondwatervervuiling is in kaart gebracht. Daarbij bleek de bodem qua opbouw zeer grillig. In 2014 kon vervolgens gestart worden met de sanering van het ondiepe grondwater. Vanwege de complexe verontreinigingsproblematiek is gekozen voor aanbesteding op basis van een gekozen bouwteam. Bepalend voor de aanbesteding was het vastgestelde budget van 1,5 miljoen, de vooraf bekendgemaakte deadlines en het geformuleerde saneringsresultaat. Hierop hebben zich 20 aannemers ingeschreven. Met de vooraf bekendgemaakte toetsingscriteria zijn uit deze 20 weer 5 aannemers geselecteerd die een plan van aanpak mochten indienen. Het plan van NTP Milieu samen met BioClear is gekozen als het beste plan. Dit plan bestaat uit een aanpak met gecombineerde chemische en biologische saneringstechnieken. Om tot een definitief saneringsontwerp te komen, zijn gedurende 4 maanden allerlei haalbaarheidstesten uitgevoerd. NTP beschikt over een eigen laboratorium, waarmee in kleinschalige vorm processen gesimuleerd kunnen worden. Chemische afbraaktesten worden hierbij op laboratoriumschaal uitgevoerd. Verder is on-site een veldpilot uitgevoerd. Op 1 centraal punt in het gebied zijn op afstand aanstuurbare procesinstallaties geplaatst. Hiermee kan de bodembehandeling continu worden aangestuurd en gecontroleerd. Vanuit dit centrale punt is een leidingnetwerk aangebracht richting het pilotgebied. Separaat te verplaatsen pompen zijn in bronnen aangebracht en aangesloten op het leidingnetwerk. Getest is of water met voedingsstoffen effectief door de bodem gevoerd konden worden. De succesvolle testen resulteerden in een definitieve saneringsaanpak, gebaseerd op chemische oxidatie en anaerobe biologische afbraak. Vanuit het definitief ontwerp is het volledige saneringssysteem aangelegd, waarmee de uitvoering van deze robuuste technieken mogelijk wordt gemaakt. De beschikbare tijd stond onder hoogspanning vanwege bindende afspraken met projectontwikkelaar en aannemer van het geplande winkelcentrum dat gepland is direct boven de kern van de verontreiniging. Ontwikkeling en sanering gaan hierdoor hand in hand in 1 werkgebied met diverse opdrachtgevers en aannemers. De chemische behandeling begint met het infiltreren van opgepompt grondwater, waaraan het sterke oxidatiemiddel natriumpermanganaat wordt toegevoegd. Dit water wordt in fasen door het verontreinigde gebied gepompt, waardoor het oxidatiemiddel in aanraking komt met schadelijke stoffen als tetrachloretheen. Deze sterke verontreinigingen worden afgebroken, waarbij onschadelijke verbindingen overblijven. Met deze techniek is een grote hoeveelheid aan verontreiniging in een korte periode te verwijderen. Aansluitend start de biologische behandeling met het inbrengen van voedingsstoffen en speciale bacteriën die zijn gekweekt via een bovengrondse bioreactor. Dit water wordt door het gehele verontreinigde bodemvolume gepompt. De bacteriën kunnen zich daardoor gedurende lange tijd verspreiden en vermenigvuldigen.
Als deze bacteriën in contact komen met schadelijke stoffen, zullen ze het afbraakproces versnellen met onschadelijke verbindingen als resultaat. De meest robuuste technieken zijn toegepast, zonder dat dit ten koste gaat van ontwikkelingen of infrastructuur. Waarbij in de bodem onder druk maximaal gebruik wordt gemaakt van de horizontale doorstromingscapaciteit, blijken de winkels onder druk hun deuren tijdig te kunnen openen. Zo zie je maar, onder druk wordt alles vloeibaar.